En dit is de situatie. Oh, en ik heb een hele mooie tas gezien. Zijn dat wel echt wel een pauwkoppel, of niet? Oh, liefje, is dat even wat je wilde zeggen? Ik wist het, is gewoon het beste cadeau ever gewoon. Ja, dat was echt shit. Wat is dit? Zijn al onze trouwfoto's? Ja, nee. Van... Jeetje. Ik neem jullie mee naar de modeshow van Reinders. Hey, daar is die weer. Dus ik kies wel echt een trouwe abonnee uit, dus daar ga ik wel op letten. My hair, with the hair. Ja, maar echt, ja. Echt, kijk hoe mooi. Ja, ik heb nou stijl. Ja, echt. Het staat wel heel mooi stijl. Ja, mooi. Ja, ja, lekker. En daar is Mel. Hallo. Dag schatjes. Hebben jullie er zin in? Zeker. Ja? Ja, toch? I just wanna hold you. Hey iedereen, nou ik ben vanochtend even bij Friends of the Brands geweest en dit is de situatie. Nu ben ik nog steeds in Amsterdam, as you can see, en heb ik nog even twee afspraken hier voordat ik weer naar huis rijd. Dus dan zijn jullie even up to date. So good, so far, so far, so good. Ik weet nooit wat het is. Wat is het eigenlijk? Ik ben in de Etoile en ik heb een hele mooie tas gezien. En ik heb een hele leuke, gave vintage laptoptas voor Rijn gekocht. Ik laat hem jullie thuis wel even zien. Nog voor zijn verjaardag. Omdat hij eigenlijk mijn tasje heeft gestolen, die van Louis Vuitton. Dus ik weet dat hij heel erg van het printje houdt. En juist heel erg van het vintage look. Dus ik ben eigenlijk gewoon tegen het lijf aangelopen. Het was niet de bedoeling. Ik ging eigenlijk alleen maar gezellig een kopje thee drinken met Harriet. Hallo! Ja! En toen zag ik hem, ik denk oké, die gaat mee met mij naar huis. En heb ik ook een cadeautje voor mezelf gekocht. En dit laat ik jullie ook thuis wel even zien. Ik ben weer thuis, home sweet home. Vanochtend eigenlijk in alle haast niet mijn outfit aan jullie laten zien. Mocht je benieuwd zijn, ik draag een lekkere wintertrui. Op het moment mijn lievelingskleur, groen. Ik voel het helemaal. Het is echt wel een mooie kleur, mooie herfstkleur. Het is een dikke warme trui. Ik draag hem als jurk met een panty en mijn Paul Warmer boots. En dan heb ik mijn Gucci velvet tasje hierbij gecombineerd. Omdat ik eigenlijk het heel leuk vind om zo'n felle kleur, in dit geval een beetje paars-roze, om dat te combineren met deze groene trui. Hier dus twee tassen helemaal gevuld met goodies. Die tas zit ook helemaal gevuld met goodies. Vanochtend Friends of the Brands geweest, weinig gefilmd. Waarom? Heel gezellig gekletst met vooral veel meiden die ik ken. Collega's, oude vriendinnetjes. Eigenlijk meiden die ik te weinig in mijn leven zie. Dus dan zie je elkaar daar en dan ben je klets, 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 kletsen. En dan ja, vergeet ik eigenlijk ook een beetje te vloggen. Ook ben je natuurlijk aan het netwerken. Want Friends of the Brands, voor de mensen die dat misschien niet weten, is een ontzettend leuk event waar eigenlijk mooie merken en bedrijven staan. Met hun nieuwe assortiment of met hun nieuwe, nieuwe artikelen. Je krijgt dus mega veel goodies mee. Ik wil ze best aan jullie unboxen, maar het lijkt me handiger om dat dan eventueel in een aparte video te doen. Dus laat me even weten in de comments als je het leuk zou vinden om te zien wat er allemaal in die tassen zit. Om misschien ja, weer wat inspiratie op te kunnen doen via deze video. Laat me dat dan weten, dan ga ik een aparte unboxing video opnemen. Voor nu ga ik naar kantoor. 1, 2, 3, even snel. Ben ik langs Etoile gegaan. Ik had namelijk na Friends of the Brands nog twee afspraken in de stad. Waarvan eentje ook met Harriet. En daar heb ik even mee gezellig zitten kletsen. Het een en ander besproken. En ik kon het niet laten. Ik ben verliefd geworden op een tas. Waarvan ik dacht, deze tas vind ik tof. En deze behoudt zijn waarde. En als ik over 2 jaar denk, oké, deze tas, ik vind het helemaal niks. Of ik ben er klaar mee. Of ik draag hem niet meer. Ik vind het zonde, want hij ligt gewoon eigenlijk weg te rotten in de kast. Kan je hem altijd weer terugverkopen. En een hele mooie tas voor Ryan. Een leuke laptoptas als surprise. En die ga ik nu meenemen naar kantoor. Want als het goed is zit die daar. En dan is het soort van een tweede cadeau. Nou, ik ben hier in mijn kantoor. Ik wil je even laten zien hoe fantastisch wij zijn eigenlijk. Gewoon met z'n theetjes. Ik zat net hier te bellen. Zijn dat wel echt wel een pauwkoppel, of niet? Oh, liefje. Is dat even wat je wilde zeggen? Maar kijk, hoe knap je bent als je wat bollen bent ingesticht. Nou.
doe nou niet zo stom. Kijk nou, hoe sexy. Kijk eens, die ballentwangetjes. Zie je dat? Ja, ik had een wat bollere toets. Veel mooier, veel vrouwelijker. Veel... Kijk, eventjes, vriendin. Ik weet het niet hoor. Sjoe, doe ze een stap naar achter. Nee. Eens even knuffelen. Waar komt deze lobby nou ineens vandaan? Omdat ik je gisteren zo verwend voor je verjaardag. Ja, ik heb net nog zitten kijken. Waar zitten kijken? Karaoke. Allemaal filmpjes in de familie van mij. En we zijn allemaal filmpjes gedropt. Dus we gaan sowieso een karaoke set kopen. Nee. I wanna sing on my love. Je hebt het echt te pakken. Ik wist het. Het is gewoon het beste cadeau ever gewoon. Ja, dat was echt de shit. Wat dan? Nou, wacht. Even kijken of dit lukt. Als ik je hier zo neerzet. Kijken of het dan lukt. Au. Trouwens, ik heb vandaag de datum doorgekregen wanneer de tafels komen. Volgende week donderdag. Dus dan kan ik hier eindelijk werken. Je was gisteren jarig en ik heb natuurlijk je verwend. En ik heb je familie laten komen. Je vrienden en karaoke en massage en eten. En een mooie jas die je graag wilde hebben. Maar ik dacht ineens vandaag, ik ben nog niet klaar. Ik wil je nog extra vinden, omdat ik zo trots op je ben. Je bent gewoon 44 jaar. Je bent nog steeds jong, fris en fruitig. Je geeft mij gewoon energie in mijn libby. Ja, ik ben gewoon dol op je. Dus ik kwam iets tegen het lijf. En toen dacht ik, nog een extra verjaardagscadeau. Alsjeblieft. Waar heb je dat gehaald dan? Alsjeblieft. Ja, dat is echt niet goed. Ik heb het alleen niet echt ingepakt. Als in ingepakt. Maar het is een cadeautje. Kan je afwisselen. What? Vintage. Voor je laptop. Voor mijn laptop. Ik heb het echt niet goed wijs, joh. Deze chick is niet goed wijs. Shoe. Het is een vintage. Voor je lapje, als je een keer helemaal in stijl bent. En noem je vintage. Grapjes. Dit is wel echt een harde shoe. Ja toch? En je wil je zwarte tas niet mee, of je wil afwisselen, je wil alleen je laptop mee. Het is echt zo oldschool, hè? Cool, hé. Hey, kijk eens jongens, hoe vet. Wat vet zeg. Vind je het tof? Dat vind ik heel mooi. Ja, daarom. Ik zag hem. En die loopt altijd zo met die zwarte laptoptas van je. Je gaat de kast in. Echt? Ik dacht... Dit wordt hem. You happy? Ja, man. Stilo. Where's your coming? Die hebben echt een goed wijs, man. Ik vind het heel mooi. Hij is wel mooi, hè? Ja, hè? Wat vet, man. En ik heb onze tasjes, die zijn gerepareerd. Dus ik was daar om onze tasjes te halen. En toen dacht ik, ja. Hallo, zie je? Ik was zo verliefd naar je aan het kijken en uiteindelijk was het om deze, hè? Ik moet gewoon niet goed wijs. I love you. I love you. I love you, Tommy Lobby. Hallo, Pukkeltje. Hallo, babytje. Hallo, zusje. Hoe maak je man blij? Gewoon af en toe een kleine geitje kopen. Kleine geitje, loopie, nikke. Het is vintage, hè? Maar wat doe je? Het ons echt wel een mooie merk. Maar het is juist zo vet. Kijk, je zit hier, het is juist geused, gewoon gebruikt en shit. Dat geeft het een soort van extra. En deze vind je echt nergens meer. Nope, dat was precies één. Dat was ook één van Gucci, maar die vond ik niet echt... Even opscheppen. Nou, mission complete. Ik heb nog een cadeau gekregen van mevrouw. Vintage. Oh. Hard, hè? Rond op. Echt? Hoor. Want jij draagt dit altijd, maar dan in het zwart. Ja, toch? Nou. Dat is wel echt hard, hè? Maar is het dan eigenlijk gewoon een soort van een ding van ik wil mijn eigen tasje terug, zeg maar? Nee, dus die is gemaakt. Die is gemaakt. Die hebben we weggestuurd. Oh, dat is het. Heel mooi. Wow. Hij is wel hard, hè? Vintage, ja. Echt old school. Hoor, pas erin. Precies. Oh ja, heb je het al gepast? Nee, maar dat zie ik toch? Ja, dat zie je. Ja, tuurlijk. Jezus, wat mooi. Sick, hè? Ik ben wel gelijk mijn mannetje. Heel dope. Kijk, we hebben nieuwe kaartjes voor de feestdagen. Bij Lau. Fijne feestdagen en liefdevol 2019. Wat leuk. Veel leuk. Veel plezier met je aankoop. Nou, superleuk. En dit is de closet sale. Deze krijgen ze allemaal in een goodiebag. Superleuk. Mooi meiden. En mooi ook. Het is een beetje mat. Dat mat is echt heel mooi. Veel beter. Love it. Oké. Wat is dit? Zijn al onze trouwfoto's? Ja, van... Jeetje. Oké, nou die gaan we even bekijken. We hebben onze trouwfoto's binnen. I know, we zijn al best wel lang getrouwd. Hallo. Ze zijn zo mooi. We hadden natuurlijk al wel wat fotootjes. Die hebben we natuurlijk ook allemaal online gezet. Oh schat. Hij is helemaal blij. Oh. Maar nu hebben we gewoon echt alle foto's. Dus ik ga er even doorheen.
Heb je laptop erin gedaan, ja, schat? Vintage. Nee, je honing moet er nog in. Oh, moet je weer open. Nee, mijn honing blijft hier. Okay. Shirtje. Oh. Opladen. Mijn, wat is dit? Maas. Ik heb een speciaal vakje voor Moemaas. Nou, wat een feest, man. Let's go. Ga weg. Oké, ik heb me snel omgekleed. We zijn weer thuis. Dit eigenlijk omdat wij een eventje hebben vanavond. Ik neem jullie mee naar de modeshow van Reinders. En ik ga met Luca, Ryan en Fredje. De dresscode was wit. En als je niet helemaal in het wit wilde of kon, dan mocht je het combineren met zwart. Ik heb een witte blouse aan met zwarte stipjes. En deze prachtige flared. Deze verkoop ik ook in de shop. Ja, en zoals je ziet, deze broek die zorgt ervoor dat je optisch veel langere benen hebt, krijgt. Dit is het vermoeiende wezentje, look. Die is er ook. En, ik weet niet of je het goed kan zien, maar hij zit heel goed bij je billen. Heel strak, hij lift je bil ook een beetje op. En dat is dus echt heel chill aan deze broek. Grote zwarte hakken eronder aan, omdat die broek een beetje lang is voor mij. En dit is mijn nieuwe tas. De Chanel Maxi. En echt waar, hij is tweedehands, super oud, super vintage, maar zo goed als nieuw, niet te doen gewoon. We staan in de rij, allemaal te wachten voordat we naar binnen, echt binnen zijn. We zijn wel binnen hoor, nu in een tuin, we staan in een tuin. Yeah. Voel je de tropische tuin, voel je de tropische paai? Nee, ik ben net buiten geweest, fucking koud, dus nee, geen tropische koud. Voel jij een beetje de tropische tuin? Ik voel me als uit de trakers, dus ik voel me net zo'n toekan. Ja, toekan. Kakatoe! Wat erg. Je lijkt soms op een kakatoe. Shut up. Met zijn haar zo. Ik heb altijd wel haar zo staat. Het is weer Laura met de mannen. Voor verandering. Ja. Heerlijk. Ja, wel mijn entourage is gewoon man. Altijd man. We doen het altijd. Altijdje. Altijdje. Falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you'd fall with me. No matter how far it goes, down deep and under. We're stuck in this pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors. Ik wil nou eens ook weer even leuk op de story met jou. Hij maakt dus bijna geen mooie stories meer. Kijk maar flieken naar mijn bed. Tjoep, tjoep. Tjoep, tjoep. Doei, doei. Makes me wanna risk it every time I look at you. You pull me back into your river, swim a little deeper. I don't need to breathe with my head underwater. Dus wij zitten in de auto. We zijn weer thuis trouwens. We zijn weer thuis. En Rai zit voor mij en Laura zit zo schuin voor mij. Dus ik kan zien wat daar zeg maar gebeurt. En Luke zit naast mij. Dus jij zit achter, ik zit voor. En Rai neemt. Juist. En wij draaien dan, of Luca en Rai die draaien dan R. Kelly. En R. Kelly is gewoon zeg maar die, echt die soul en die love en die motion van vroeger. En Luca die zit zo opzij en die zit... Was in links. Tandjes. En die zit helemaal in dat nummer. Jezus, wat een hazzo! Jezus! En die zit vol in die motion, zit in die body roll te zingen. En ik zit gewoon zomaar burger te vreten. En ik kijk zo naar rechts en ik denk, ja, het gaat wel goed met jou en jouw liefde, je passie en je emoties. En ik kijk zo naar voren en ik zie Lau vol met haar bek zo in die burger.
En Ryan helemaal lief zo opzij kijken en naar Laura zingen en Laura liefde doen en Laura dit. En Laura reageert echt. Je moet echt niet overdrijven. Nergens op. Het was zwaar waar. Het was zwaar waar. Ja, echt een super. Hij was echt aan het zingen erbij, hè? Op een gegeven moment, hij was gewoon zijn liefde aan het betonen. Laura en ik reageerden totaal niet. Dus we rijden op een gegeven moment, rijden wij langs een dorp. En dat rotdorp heet serieus Boezeling Hide. En het enige wat Laura dan weer raakt, is dat zij serieus, zij ziet dat bord, zij kijkt naar Ryan en ze zegt, Boezeling Hide. En ze gaat weer verder met de burger. Ja, heel romantisch. Heel romantisch en heel lief. En serieus, er zit totaal geen romantiek meer, in. Ik ben ook niet romantisch. Oh, nee, ik dus ook niet. Ben ik niet. Boezeling Hide. Iets in mijn brein zegt dan, die wil dat dan op die manier zeggen. Hard op zich. Hij was echt heel schattig aan het zingen naar mij. Maar, ja. Gewoon, ik heb dus die maar niet alleen naar jou, maar gewoon helemaal zijn story en helemaal zijn dingen. Dat was een verhaal aan het vertellen. Misschien moeten we wel even uitleggen dat we hebben nog even een burgertje gehad bij de McDonald's. Puur omdat het eten was heel lekker. Bij de rijende show. Maar wij houden van iets meer. Ja, we moesten even nog wat extra's eten. We hebben een lange dag gehad. We hadden dus het was heel, heel lekker echt gegeten maar als deze. Ja, nee, we hadden echt nog een burger nodig. Ja, nog eentje wel. Dus ik heb die McChicken en veggie gehad voor de derde keer dat ik het zeg. Maar Fred, ik ging door Fred heen lullen. Maar die, dat is even een tip tussendoor, no spon. Maar die is lekker. Ja, die blijft heel goed zijn. Oh my god, die is echt lekker. Dat is echt fantastisch. Ja, dat hoor ik jou echt zeg maar al 2 maanden zeggen. Of veganist of wat dan ook. Ook al ben je dat niet. Just try. Just try. Just try. Just try. Boezeling Hide. Boezeling Hide. Hey, maar eerlijk, even heel snel, die show was echt super leuk. Goed. En heel mooi. We hebben echt lol gehad. En heel mooi, leuke nieuwe gave collectie. Veel lieve mensen gezien. Ja, het was echt een heel leuk sfeertje, helemaal gezellig. Ziet er ook mooi uit, hè, die twee. Ja, wat zijn jullie knap, als je deze vlog ziet. Two gorgeous ladies. Oké, batterij is leeg. Batterij is leeg. Spannend. We zien elkaar morgen weer. Doei. Boezeling Hide. Boezeling Hide. Goedemorgen iedereen. Dus, ik ben bezig met mijn administratie, want ik heb morgen een afspraak bij de boekhouder. Dus ik heb dan nu net allemaal dingen uit zitten printen. Maar wanneer ik dat dus aan het doen ben, zoals nu, dan ben ik dus bezig met mijn facturen allemaal even te sorteren en te doen. En dan gaat die kat gewoon naar de hele tijd. Oh mijn god. Jezus. Yay. Daar is die weer. Hallo. Sorry jongens, jullie hebben hem natuurlijk al een tijdje niet gezien. Oh, mijn moeder moest in Amsterdam zijn vandaag. En toen zei ze, ik neem hem wel mee, dan hoef je hem niet te komen halen. Dus dat is echt super lief. Oh, dus ze heeft hem net even gedropt. Nou, knap het. Elke keer als ik je dan weer zie na zo'n lange tijd, vind ik je zo... Wow, vind je lekkere boer. Vind ik hem zo knap. Ik heb hem denk ik 3 weken niet gezien. Oh, mijn kind. Mijn kind. Vandaag heeft hij zijn jas andersom. Ja, ja. Je blijft in je jas, hè? Wij gaan nu heel even een uurtje boksen. Dat is wat we gaan doen. En dat doen we bij de Gym Republic. After training, it's time to eat quinoa salade. Dit is een mooie kop. Gisteren zo'n hele kip gehad. Hey! Geluncht, heel gezellig weer met de meiden gehad. De nieuwste collectie is aan ons gepresenteerd. Er komen zoveel mooie producten aan. En echt een fantastisch product voor je wenkbrauw. Maar dat zullen jullie later allemaal wel te horen krijgen. En ook een heel mooi lipproduct. Ik ben echt nu al fan. Dus we mochten het vandaag al zien en testen. En ja, ik ben razend enthousiast. Ik heb dus hier
goodie bag en een hele leuke adventkalender. Die laat ik jullie zo zien. En die heb ik al thuis. Dus ik heb hier een tweede. En toen dacht ik misschien heel erg leuk om die weg te gaan geven aan een van jullie. Dus dat ga ik jullie later even laten zien. Ik ben in ieder geval weer bij mijn auto. Dus ik ga even snel instappen. En dan gaan we weer even doorkrossen door de stad. Oké, home sweet home. Ik had het toen ik op de grachten liep over de adventkalender die ik van Essie heb gekregen. Dat is deze. En ja, aan twee heb ik niks. Want dan zou ik één gewoon in de kast plaatsen. En of weggeven binnenkort aan een vriendinnetje of zo. Want ja, ik ga natuurlijk niet in december twee van dezelfde dozen openmaken. Dus ik zat dus te denken om hem weg te gaan geven aan één van jullie. Laat dan even de comment achter. Ik ga dan over een paar dagen alle comments lezen. En dan kies ik er iemand uit. Ik ga wel kijken of je geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal. Want ik vind het wel heel leuk dat ik hem weggeef aan een trouwe kijker die ook gewoon mij door dik en dun steunt. En ja, gewoon lid is van mijn kanaal. En mij eigenlijk gewoon, ja, gewoon volgt om wie ik ben. En niet toevallig nu op mijn kanaal belandt en denkt ik speel mee. Dus ik kies wel echt een trouwe abonnee uit. Dus daar ga ik wel op letten. Zo lekker gespaard. Sjoe! Vond je het leuk om het te zien boksen? Ja. Ik heb een goede stoot op mijn oog gehad. Dus al mijn mascara zat echt al over. Heerlijk. Het was wel heel fijn. Ja, misschien is er iets bezig. Het was heel leuk om tegen Saar te sparren. En zaterdag gaan we weer. Nu gaan we even pasta eten. In ons lievelingsrestaurantje van Haarlem. Volgende dag. Boksoutfit aan. Sportoutfit moet ik eigenlijk zeggen. En ik ga nu even trainen. Gisteren na Haarlem zijn we eigenlijk gewoon naar huis gegaan. Hebben we gewoon heerlijk gegeten daar. En thuis ben ik gewoon meteen onder de douche gesprongen en ben ik gaan slapen. Ik vond het heel erg leuk om te sparren tegen Saar. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar het was echt geweldig. En ik ga zaterdag weer. Dus dat zou ik wel weer filmen. Als je dat leuk vindt om te zien, dan kan je dat natuurlijk dan weer kijken. En ga ik deze vlog nu afsluiten, want ik begin strakjes hierna. Begin ik gewoon weer een nieuwe week vlog, halve week vlog. En dat zal zijn deze vrijdag, zaterdag en zondag. Dus ik ga jullie meenemen in mijn weekend. Voor nu bedank ik jullie zoals altijd. Zou het heel leuk vinden als je je abonneert op dit kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!